Hallo daar, mijn naam is Jennifer Marianne. De wereld van energie is mijn specialiteit en mijn passie. Met mijn podcast neem ik je mee in mijn verhalen waarin ik de vertaalslag maak van mijn fysieke wereld naar de energetische wereld en andersom. Voor inzichten, heling en groei. Ik wens je veel luisterplezier. Zo, nou, dat is heel lang geleden. Voor mijn gevoel. Eigenlijk soort van wel en niet. Tijd is een beetje raar geweest de afgelopen periode. In de mooiste zin en in de meest uitdagende zin. Ik ben dus bevallen 4 augustus van mijn kleine meisje Aisha. Aisha Marianne. En dat was zo bijzonder en zo magisch. Maar het heeft ook veel uitdagende momenten gekend in de zin dat je echt, dat ik echt heb gemerkt dat het zo belangrijk is om naar jezelf te luisteren. En dat zei ik al natuurlijk in de podcast hiervoor, tijdens de zwangerschap. Het gaat eigenlijk altijd over onze lessen om naar onze intuïtie te luisteren. Maar dat ik dit op zo'n diep niveau weer mag ervaren en mag gaan leren en mag helen en mag groeien, dat is wel echt heel mooi, weet je, om daar sowieso achteraf op terug te kijken, maar ook in het moment als je dus er middenin zit om vanuit daar dat hogere perspectief te kunnen vinden. Als me dat lukt, dan shift er gelijk heel veel en kan ik er heel ruim naar kijken. En ook als ik het gevoel heb dat ik juist niet ruim kan kijken en dat er bepaalde emoties bij mij omhoog zijn gekomen van, nou ja, wat je ook wel kan noemen wanhoop. Dat ik daar ook zoiets had van, ja, dat moet ook gewoon zo zijn. En het stukje niet oordelen dat hier er ook weer heel erg in terugkomt. Juist om dus weer open te staan voor de lessen die je mag leren. Voor wat geïntegreerd mag worden. Voor wat er mag zijn. En de controle loslaten. Ik ben erachter gekomen dat ik toch nog heel erg perfectionistisch kon zijn in heel veel dingen. Terwijl ik heel veel dingen heel erg makkelijk kan loslaten voor mijn gevoel. Zeker bij anderen of als ik het met anderen erover heb. En op het moment dat ik er middenin zit, dat ik dan toch merk en dat anderen me teruggeven van, ja, laat dat stuk ook meer los. Want, en dat daar ook meer overgave mag zijn. Je hoeft het niet allemaal perfect te doen. En dat me dat ook wel heeft doen realiseren van, oké, ja, ik merk dat ik toch dat ik het toch perfect met haar wil doen. En niet zozeer dat voor mijn ego, maar echt voor haar. Weet je, dat je het voor je kind perfect wil hebben. Dat je het voor je kind zo wil hebben dat er niks fout gaat. Dat je het voor je kind zo wil hebben dat ze nooit pijn heeft. Dat ze niet hoeft te huilen. Dat je er perfect kan troosten als ze er momentje heeft. En dat als ze huilt, dat ik gelijk ook het gevoel heb, oh, dan kan ik haar niet troosten. Terwijl ik heb het daar met Sof over gehad. Ook over het stukje huilen. En dat het gewoon zo belangrijk is dat je dat er ook laat zijn van je kind, maar ook van jezelf. En dat dat niet gelijk gesust hoeft te worden. Dat er niks mis is met huilen. Dat dat juist heel goed is. En ergens besef ik dat ook wel. Want ik weet qua energie, als ik het zelf even een goede helpen heb gehad. Want geloof me, die heb ik deze periode gehad. Dat dat zoveel meer lucht geeft. Ruimte en rust. En dat ik er mag zijn. En dat iedereen er mag zijn. Dat Aisha ook er mag zijn voor wie zij is en voor wat zij doormaakt, voor wat ik doormaak en voor wie ik ben. Dus het helpt juist ook uit slachtofferrol te komen. Ik merkte dat ik namelijk ook, omdat het toch zo'n heftige verandering was, en af en toe zo radeloos werd van slaaptekort, dat ik toen ook merkte dat ik in een slachtofferrol kwam. En dat vond ik heel erg moeilijk, omdat ik doe juist soort van eigenlijk er alles aan om niet in de slachtofferrol te zitten. Maar als je je ergens zo tegen verzet, zit je er 9 van de 10 keer juist in. Want ik wilde dus ook niet gaan huilen, omdat ik dacht, ja, maar dat is slachtofferrol, want ik heb
Alles gaat gewoon voor de rest. Nou ja, goed. En nee, er zat wel uitdagende momenten met haar. Ze had heel erg last van krampjes. En dat is zo hartverscheurend. En ik ben nu ook op een dieet. Daar zal ik zo meteen over hebben. En ook met slaaptekort. Dat wordt je gewoon te veel af en toe. En ik had ook echt zoiets van, wow, weet je, hoe zwaar ook, hoe mooi het kan zijn, maar hoe zwaar het ook kan zijn. Het is die tegenpolen zijn in mij en daardoor in mijn uiterlijke omgeving ook heel erg zichtbaar. Met Aisha, dat je echt hele mooie, prachtige momenten hebt. En dat je echt die wanhoop hebt als ze gewoon zoveel pijn lijdt, om maar zo te zeggen. En dat ze zo moet huilen. En dat je eigenlijk gewoon niet zoveel voor haar kan doen dan alleen gewoon er te zijn. En het niet gelijk op te willen lossen. Want nou ja, daardoor kwam ook een beetje mijn slaaptekort iedere keer dan als ik met haar bezig was. Met voeden, dan ben ik met haar bezig. En als ik niet aan het voeden was, was ik ook met haar bezig. Was ik van alles aan het opzoeken over op internet, in boeken. En daarin wat meer informatie verschaffen. En dat vind ik een hele mooie eigenschap, ook van mezelf. Maar het gaf me ook gewoon geen rust om juist die tijd voor mezelf te pakken. Zoals mijn yoga, mijn meditatie. Gewoon goed voor jezelf zorgen, doen waar jij je goed bij voelt om in alignment ook te komen. En dat had ik gewoon echt even, daar zag ik gewoon echt de ruimte gewoon niet voor op dat moment. Ik wilde daar ook op dat moment geen ruimte voor maken, maar dat wordt dan uiteindelijk echt wel teruggegeven en gespiegeld in je kind van oké, maar als jij dat doet, als jij je goed voelt, dan voel ik me ook veel beter en gaat alles beter in een flow. En ook als ik dan even het moeilijk heb en zwaar heb, dan kan jij er ook veel beter voor me zijn, omdat je het er ook gewoon laat zijn en niet iets probeert op te lossen wat op dat moment niet nodig is om op te lossen. Meer in vertrouwen zijn, want dat als er iets nodig is om gefixt te worden, dat je daar die ingevingen en inzicht wel in krijgt. Dus dat stukje was ook voor mij en is voor mij steeds een mooie zoektocht. Om daar iedere keer op mezelf te vertrouwen. En iedere keer te denken van, oh ja, intuïtie. Oké, even weer voelen. Wat voel ik en wat denk ik? En als ik een gedachte krijg, om daar gewoon sneller mee op de flow te gaan. En niet dan te gaan twijfelen. Net zoals, zal ik nu... Oh, ik denk, oh, ik ga wel even wandelen. Hè? Voorbeeld. Oh, ik heb opeens zin. Ik ga even met haar wandelen. En die ingeving krijg je dan. Je krijgt het gevoel erbij dat dat wel fijn zou zijn. En dat je dan opeens denkt... maar is dat dus wel het juiste? En op het moment dat je dat dan niet doet, dat je dan gewoon merkt hoeveel onrust er in haar zit, in je kind zit, en hoeveel onrust er uiteindelijk in jou zit. Waarom? Dat die wandeling was misschien net nodig om weer even goed te aarden, om weer even in het hier nu te komen, om weer even letterlijk lucht te krijgen. Dus daarin ben ik zoveel aan het leren en is zij dus echt gewoon een directe weerspiegeling, een directe reactie geeft zij op dingen. En dat is wel heel fijn, want meestal als je dus, nou toen ik nog gewoon alleen was, om maar zo te zeggen, dat ik Aisha nog niet had, dan heb je nog een beetje een soort van voordeel van twijfel of zo. Je ziet het niet zo snel of het gevolg komt wat later of is alleen voor jezelf en dat reflecteert gewoon echt wel wat rustiger. En soms zie je dus, reflecteer je misschien helemaal niet, omdat je het gewoon over het hoofd ziet dan. Maar met haar word ik wel echt daarin uitgedaagd en daarin een stapje hoger wordt gelegd. Dat van oké, je kan wel naar jezelf luisteren en je luistert ook wel misschien 7 van de 10 keer naar je intuïtie of 8 van de 10 keer, I don't know. En nou ja, met haar lukt je dat ook of kunnen we dat hoger zetten? Kunnen we dat je 9 van de 10 keer gewoon naar je intuïtie luistert? En dat is echt dat ik merk van oké, dit is level up. Echt level up. En daar ben ik dankbaar voor. Want zij is geboren op 4-8 en dat wist ik al. Ik had het ook opgeschreven, want rond mijn maand 5 van zwangerschap heb ik gedroomd over dat zij op 4-8 kwam. Ik was ergens met Rashid en we waren in een soort van, een beetje in een Amerikaans huisachtig of zo. En op een gegeven moment werd er aangeklopt of aangebeld. En er was dan de verloskundige en die zei van, ja, jullie meisje is geboren. En ik denk, mijn meisje is geboren? Oké, dat is raar, want dat zou ik toch moeten weten. Dan heb ik toch een bevalling gehad. Sowieso, dromen zijn te grappig.
Maar oké, okay, waar het om ging was, op een gegeven moment dacht ik, oké, ze is geboren, wat voor datum is het vandaag? En ik zag duidelijk 4-8 staan. En ik dacht, oh, oké, in mijn droom nog, oh, wat leuk, en wat voor geboortegetal zal ze dan hebben? In mijn droom heb ik nog haar geboortegetal uitgerekend. En ik wist heel duidelijk 16-7. Ik word wakker met dus de droom heel helder, nog steeds in mijn gedachten. En het is grappig als zo'n droom zo'n impact heeft gehad. Ik zie hem ook nog steeds gewoon voor me. Dus nou, ik gelijk haar geboortegetal opgezocht. En opgeschreven. En ik voelde echt van, nou, die gaat gewoon de vierde komen. En die gaat niet 8-8 komen. 8-8 was voor mij heel mooi dat ze tijdens Lionsgate was uitgerekend. Wat ik al hiervoor ook had aangegeven. Die signs vond ik heel mooi. Ik zal ook wat meer erover vertellen. Want Aisha is dus in maand november is zij verwekt. En de maand november had als volle maan stier. Nu ben ik van sterrenbeeld zelf stier. Zij is uitgerekend, zij was uitgerekend sowieso dus 8 augustus, dat was al tijdens de Lionsgate en zij zou dus sterrenbeeld leeuw zijn en sterrenbeeld leeuw is Rashid. Dan in november heb je ook dus de maanstand, maar ook de zonstand en de zonstand stond toen in schorpioen en dat is mijn moeder. Dus we hebben de zon in november in schorpioen gehad en de maan in stier, mijn sterrenbeeld. We hadden ze uitgerekend om in augustus met als sterrenbeeld als zonteken leeuw en als maanteken waterman en waterman is mijn schoonmoeder. Dus oh my god, rillingen. Ik vond dat zo mooi. Dat is zoiets wat samenkomt. Als ik al twijfelde over of ik nu klaar was voor moederschap, ik had echt best wel wat twijfels daarover, wat ik ook heb gedeeld. Ik vond het allemaal best wel spannend. En door deze signs ook te krijgen, dacht ik, ja, dat is toch God written, weet je wel? En precies perfect voor mij, hoe dat voor mij is gegaan en met welke signs zij is gekomen. Dus ik had het opgeschreven en ik dacht, nee, ik weet gewoon zeker, zij gaat dan gewoon komen. Maar hoe meer die datum naderde, werd ik eigenlijk een beetje, dat je die valse bescheidenheid krijgt, dat je denkt, ja, nee, ja, maar dat hoeft niet, want ja, dat is toch alweer misschien een beetje te hoog van jezelf denken, dat je gewoon al weet, hè, dat dat gewoon zo is, want voor hetzelfde geld komt ze later of eerder en zo op die manier. Ik had ook echt helemaal niet het gevoel, trouwens, ook aan het eind van mijn zwangerschap niet, van oh, je moet snel eruit komen. Ik probeerde echt van elk moment te genieten, hoe zwaar het ook af en toe was, want zo. Ik droeg best wel een gewicht met me mee. Ik was 20 kilo aangekomen. Ik woog 60 hiervoor, uiteindelijk woog ik iets van 80. Dus dat is best wel veel. Ik had op een gegeven moment echt heel veel suikers. Dat had ik ook al een keertje gemeld. En daar probeerde ik ook van af te komen. Maar oh, het lukte me niet. En mijn lichaam had het zo nodig. Uiteindelijk heb ik haar daardoor ook gewoon goed kunnen dragen. Want anders dan had mijn lichaam het gewoon niet getrokken. Qua energie. Qua energie. En dat was ook al echt. Qua energieniveau was het al echt wat laag. Ik had een ijzertekort. Sowieso sta ik ook bekend met een ijzertekort. Dat had ik in mijn puberteit was dat eruit gekomen. Dat ik een lichte bloedarmoede had. Dat komt ook nog best wel geregeld voor bij vrouwen. Soms weten ze het niet eens. Maar bij mij was het er wel uitgekomen. Het zit ook bij ons in de familie. Een soort bloedarmoede dat voorkomt. Een ijzertekort. Ook sowieso met je menstruatie natuurlijk. Hè, als vrouw zijnde. Toen was zij er en dan wordt daar best wel op je bloed, wordt allemaal extra aangemaakt. En daar wordt toch best wel wat, ja, hoe noem je dat? Geen aanslag op je lijf, dat klinkt zo raar, maar ik zoek een beetje een ander woord. Heel veel, een grote verandering komt in je lichaam. En ik had gewoon waarschijnlijk gewoon niet genoeg ijzer om dat allemaal te bewerkstelligen. Je bloed wordt enorm verdund, dus dat wordt ook enorm verdund. En daarom was ik denk ik ook zo vermoeid in het eerste trimester. In plaats van dat ik misselijk was, dat heb ik helemaal niet zo gehad. Ik heb wel af en toe een beetje dat ik me vaag voelde. Of dat ik een beetje wat moest. Dat ik heel veel lucht aan het boeren was. Dat ik echt dacht, zit me iets niet lekker. Maar voor de rest, helemaal niet echt benoemingswaardig. Maar die vermoeidheid, mensen. Nou, tweede trimester was dat redelijk weg. Toen ben ik ook veel meer kunnen gaan doen. Lekker kunnen wandelen.
meer beweging kunnen doen. Maar ik was zo verzwakt dat yoga eigenlijk niet meer zo goed ging. Ik vond op een gegeven moment ook wel een beetje eng worden. Ik voelde me er gewoon niet goed bij. En toen dacht ik, ja, je moet ook echt niet iets doen waar je niet goed bij voelt. Dus daar ben ik eigenlijk een beetje mee gestopt. Ik probeerde wel af en toe wat dingen, maar ik ben meer eigenlijk een soort van die mama aerobics gaan doen. Daar voelde ik me goed bij en daar kreeg ik wel energie van. En, maar hè, wat ik zei, ik ben dat best wel aangekomen. Op een gegeven moment ging ik ook door het warme weer ging ik vocht vasthouden. En nou ja, ideaal was het niet. Maar door de hulp die ik kreeg, die was er echt voor elke scheet voor me. Die werkte ook thuis, dus hij kon ook drinken en eten voor me halen als dat nodig had. Hij nam het huishouden volledig over van me, omdat ik kon ook niet echt lang staan. Ik kreeg dan heel erg last van mijn voeten. En nou ja, nu merk ik ook wat een gewicht, want na de bevalling was ik direct trouwens ook de 12 kilo in ieder geval kwijt. En 3 dagen daarna weer 3 kilo. Dus was ik eigenlijk alweer 15 kilo kwijt. En dat was grappig. Want ik zei ook van nou, ik wil gewoon echt niet meer eigenlijk terug naar mijn oude gewicht. Dat was toch gewoon veel te laag voor mij. Ik wil daar niet meer naartoe. Ik wil een andere leefstijl aanhouden. Ik wil een iets gezondere leefstijl aanhouden. Want ik had veel meer dat je veel meer mag eten. Maar wat, ja, ik weet niet. Gezondere leefstijl. Ik had een gezonde lifestyle, want die lifestyle die werkte voor mij. Geen suiker op dat moment en toch al minder gluten. Maar op een of andere manier had ik toch net te weinig aandacht voor mijn lichaam qua voeding op dat gebied. Want ik merkte dat ik wel wat tekorten ging krijgen. En nu met haar word je gewoon gedwongen om die tekorten die je uit je voeding had, dat je dan toch gaat kijken, oké, wat kwam ik tekort of wat kom ik tekort en hoe kan ik daar mijn voeding op aanpassen? Dus, maar voor de rest, ja, in principe dus echt wel een hele mooie zwangerschap. Wat ik over dat gewicht. En dus ik zei al tegen Sophie van, nou, ik vind het, en tegen Rast ook, weet je, ik wil echt niet meer terug naar mijn oude gewicht. Ik wil zo tussen de 65 en misschien ook wel 68 wil ik gewoon blijven. Dat vind ik ook een mooi gewicht voor mij. Ik ben lang. En ik vind dat ook best wel gewoon weer. Ja, ik vind het ook best wel mooi. Ik hoef niet op die manier was het nooit mijn bedoeling om. Ik ben altijd trouwens heel slank en tenger geweest. Dat is wel echt mijn bouw. Maar ik vind het juist mooi als ik gewoon wat meer. Ik voel me vrouwelijker met wat meer kilo. En ik wil daar ook gewoon weer voor trainen. Ik wil gewoon ook op een gegeven moment. Als ik daar klaar voor ben, zei ik ook tegen Rast, ik wil ook met jou gaan trainen weer naar een sportschool. En dat jij mij gaat trainen en dat ik gewoon wat meer spierkracht opbouw heb. Want ik merkte ook tijdens mijn zwangerschap dat ik echt dacht, nou, als ik dit had geweten, had ik gewoon echt zoveel meer cardio en spierkracht gedaan voor mijn zwangerschap. Want dat had ik gewoon voor mijn gevoel ook echt nodig om het gewicht te tillen dat ik aankwam. En ja, om dat allemaal gewoon te dragen. En weet je, als ik al op de trap ging, dan kwam ik bovenaan. Was ik wel helemaal buiten aan. Dat ik dacht, nou, ik ben zo blij dat ik al een tijdje ben gestopt met roken. Want nou, dat had er echt niet bij moeten komen. En dus ja, dat merkte ik ook wel. En nou, voor de volgende is dat gewoon. En het is grappig, want ik heb altijd wel gezegd, ik wil een gezond lichaam hebben voordat ik zwanger ben. Ik wil gestopt zijn met roken, gestopt zijn met drinken. En ik heb het niet gedaan. Om zwanger te worden. Zo was mijn gevoel niet. Maar ik was al een jaar was ik al gestopt met dat. Met roken en met drinken. Om ja, gewoon voor mijn gezonde lifestyle. Echt voor mezelf. En achteraf kwam ik er echt achter van. Oh, maar dat was ook wel echt mijn intentie die ik uit had gezet. Dat ik wel echt een jaar van tevoren gewoon van bepaalde. Dat ik niet meer wilde roken, niet meer wilde drinken. Zodat ik wel echt dat mijn baarmoeder en dat mijn lichaam op die manier wel gewoon zo opgeschoond is. Dus dat ja. Magisch. Als je erop terugkijkt, dat zijn ook leuke dingen, weet je. Als je erop terugkijkt, denk je, wauw, het is perfect gegaan. Sommige dingen zie je dan op dat moment niet of kan je nog niet zien. En na een paar, soms een paar uur, of een paar dagen, of een week, of een paar jaren, dat je echt dan terugkijkt en dat je denkt, nou, maar dat, oh, daar was het voor. En ik denk dat we constant in dat vertrouwen mogen blijven, omdat het wordt wel constant geverifieerd, om maar zo te zeggen. We worden even geverifieerd, we komen op dat woord. Maar wel constant bevestigd. Wat beter woord vind ik. Er wordt bevestigd iedere keer. Dus ja,
ik vind dat ook wel echt fijn. En in tijden van dat ik denk, een beetje moeilijk, is dat ook wel gewoon, is dat ook echt mijn houvast. Van, ik weet dat het uiteindelijk mijn hoogste goed dient. Want dat is ook iedere keer als intentie wat ik uitzet. En over hoogste goed gesproken, Sophie die had ook gezegd tegen me van, weet je, zet gewoon, gewoon één makkelijke, heldere intentie in ieder geval voor de dag. En als je op andere intenties komt, helemaal prima. Maar één makkelijke intentie dat je niet zo hoeft na te denken. Want op een gegeven moment wist ik ook niet meer of ik van voor of achter leefde. En dan heb je gewoon geen besef meer van tijd. Maar op een gegeven moment zei ze, weet je, zeg gewoon, lieve God, vandaag wil ik, of mijn intentie is, of vandaag wens ik mijn hoogste goed te leven. En dan pak je eigenlijk alles. Je pakt alles. Je pakt de lessen die je mag leren. Je pakt dat je in alignment bent. Je pakt dat je op een liefdevolle manier alle lessen wil krijgen. Of een fijne dag wil hebben. Dus ja. Oh, ik heb haar nu op mijn arms even net gevoed. Een gezondheidsschatje. Schattig, hè? Oh my god. It's too cute. Nou, ik weet niet hoe lang ik nog heb om te praten. Want ik wil ook. Ik had ook echt gedacht, hoe moet ik dat doen op een gegeven moment werken en met haar. Maar nu, we zijn de 6 weken net voorbij. 1 dag voor 6 weken. Ja, het is 6 weken en 1 dag geleden dat ze geboren is. En ik voel steeds meer ruimte. Maar mensen, wat sta je enorm open als je net bevallen bent. En ik had het wel een keer voorbij zien komen. Maar ik had het niet op die manier. Ik heb me meer in de zwangerschap had ik me meer een beetje verdiept dan echt daarna. En ik had een prachtig boek gekregen van Nevi van Rashid. En echt, nou ik moet hem, als ik het onthoud hoor. Dan zal ik hem een link bij de podcast zetten. Of in ieder geval de titel. En anders komt dat wel een keertje. Dat ik hem echt ergens ga delen. Ofwel in mijn mailinglijst. Of op social media sowieso. Want dat boek echt. Had ik die maar eerder gehad. Echt, het komt altijd precies op het juiste moment. Maar het geeft gewoon weer van. Hoe dankbaar ik ook ben voor dat boek. En hoe fijn ik dat boek ook vind. Om terug te lezen. Want in het begin kon ik helemaal geen informatie meer hebben. En erbij hebben op die manier. Dus heb ik dat boek eigenlijk helemaal niet op kunnen pakken verder. Heb ik heel even kunnen bladeren en nou ja, een paar dingetjes af en toe wat lezen. Maar het is ook wel heel fijn om ook achteraf dingen te lezen. Wat ook weer heel veel verwerking ook weer bewerkstelligt. Geeft me ook de ruimte om weer te verwerken. En geeft me ook de rust om te verwerken en de duidelijkheid met de achterliggende informatie, hoe alles eigenlijk toch een beetje in zijn werk gaat, spiritueel gezien, bij een vrouwenlichaam en energetisch gezien na een bevalling. En de connectie met je kind. Ik merkte dat heel erg. Ik wist ook echt, trouwens echt niet wat me overkwam, dat moederinstinct, dat is zeer heftig. Vond ik wat in die zin dat het niet als iets slechts aanvoelde. In die zin niet heftig in die zin, maar heftig van wauw, het is wel echt. Voor mij was het wel echt wauw, ja, het is daar. Blij en dankbaar dat ik dat heb mogen ervaren. Hoe dat voelt, maar ook mijn lichaam. Mijn lichaam was zo anders. Het was sowieso helemaal gesloopt. Ik had namelijk 24 uur had ik echt doorgehaald zonder slaap. En niet dat de bevalling trouwens 24 uur duurde. Maar het begon dan met gewoon lichte voorweeën vanaf 24 uur van tevoren. En toen werd er gezegd, omdat nou ja, sowieso is het ook mijn eerste van hé. Nou ja, doe gewoon je dag alsof het gewoon een normale dag is. Ik had dus daardoor ook, ga nog even boodschappen doen. Je ziet ook op internet, zag ik ook staan van, of ik heb dat al vaker gelezen van, nou ga dan ook nog maar even lekker bakken of zo voor jezelf. Lekker in de keuken staan. Nou, I'm sorry, maar had ik dat maar niet gedaan. En had ik maar ook echt gevoeld van, oké, weet je, nee, ze gaat gewoon komen. Ik kan gewoon beter gaan slapen en zoveel mogelijk slaap pakken voor die tijd. Want op een gegeven moment was ik om 8 uur, nou dat is 8 uur 's avonds, dus om 8:30 begonnen mijn voorweeën. Op dus 3 augustus. En toen had ik het al een beetje getimed. Want nou, ik voelde dat gewoon gelijk. Want je voelt het gewoon als er iets in je baarmoeder gebeurt. Die samentrekkingen. Ik wist niet wat ik zou moeten voelen. Nou, het is gewoon heel duidelijk voor mij geweest.
Nou, die kwamen op een gegeven moment eerst om de 10 minuten, niet zo heel erg regelmatig. En daarna om de 5 minuten, niet zo heel erg regelmatig, maar steeds regelmatiger. En toen heb ik ook gebeld. Nou, om 4 uur 's middags had ik dus uiteindelijk al 1 centimeter ontsluiting. En tegen 8 uur 's avonds aan, dat ik dacht van nou, want zeiden toen ook nog, doe het gewoon rustig aan. Doe gewoon je dag, want het kan nog steeds ook weer stoppen. En dat zegt ze vaak ook met de eerste kennelijk, het hoeft niet door te zetten. En zo ging het eigenlijk iedere keer een beetje bij me. En ik denk ook dat ik dat dus zelf heb gecreëerd, omdat ik dus nogmaals niet op mezelf ging vertrouwen van, ja maar zij komt morgen. En dat ik me daar niet op vastgepind. Omdat ik dat dus ook weer aan de ene kant niet durfde. En dat is natuurlijk gewoon echt vet ego geweest, dat ik dat niet durfde, want enige wat ego dan natuurlijk tegen mij had gezegd, waardoor ik dus dat niet deed van ja, maar wie ben jij? Denk je nou echt dat jij een soort van voorspeller bent of zo? Terwijl heel vaak als ik echt duidelijk dat soort dingen doorkrijg, ook voor andere mensen, een bepaalde datum, een bepaalde dag, dan klopt dat gewoon. Maar op een of andere manier was het bullshit, weet je wel. Het is dadelijk niet zo en dan sta je daar met je bek vol tanden. Nou. Terwijl dat hoeft ook helemaal niet zo te zijn. Want als het niet zo is, dan is het gewoon niet zo. Maar dan heb je het gewoon wel zo ervaren. Om 8 uur 's avonds red ik het gewoon niet meer om te slapen. Ik had wel een tensapparaatje. Voor die het niet kennen, een geboortetensapparaatje. Dat is een elektroapparaatje die jou elektrische golven, schokjes geeft. Die pads kan je op je rug plakken. Of die moet je op je rug plakken. En die helpen je om de weeën te verlichten. Dus ik dacht, nou dan gebruik ik die om toch nog wel wat slaap te krijgen, zodat ik een beetje afgeleid ben van die weeën en wat meer ja, in die slaapmodus kan. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Ik kon wel goed in mezelf blijven. Ik heb die weeën heb ik heel goed, ook mede dankzij dat tensapparaatje en Rashid en de rust in huis, heb ik dat heel erg goed kunnen opvangen. Op een gegeven moment werd ik midden in de nacht, dat ik echt toch om 3 of 4 uur 's nachts, nou, ik trek het echt niet meer, want 8 uur 's avonds, hè, kon niet meer slapen. De hele tijd aan het heen en weer bewegen. En op een gegeven moment was ik gewoon kapot in mijn benen. Dus ik droeg dat gewicht ook nog steeds bij me. Maar op een gegeven moment kon liggen, vond ik ook niet meer echt heel erg fijn. Dus ik dacht, ik bel de verloskundige. Ik wil gewoon in dat bad, want ik had als wens om een badbevalling te hebben. En nou, de verloskundige is toen om 4 uur 's ochtends, 3 of 4 uur 's ochtends geweest. En toen had ik 4 centimeter ontsluiting. En ze zei van, nou, je kan dat bad alvast doen. Dus Rashid kon dat bad doen. Hij had zelf in ieder geval wat 1 of 2 uurtjes had hij misschien nog kunnen slapen. Want hij had ook niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Dus hij dacht, nou ja, ik ga gewoon nog even lekker PlayStationen. Of ik weet niet wat hij aan het doen was. En pas later naar bed gaan. Dus hij ging rond een uurtje of 1, 2 of zo naar bed. En nou ja, wat ik al zei, op een gegeven moment had ik tegen hem gezegd van, ja schat, sorry, ik moet echt de verloskundige bellen, die komt zo meteen. Dus ja, ik moet op bed, moet ik liggen om onderzocht te worden. Dus ja, je moet toch wel wakker worden. En ik denk dat het toch wel zover is. Om 5 uur 's ochtends kon ik het bad in, had hij het allemaal gedaan. En nou, toen ging het rap, joh. Want zodra ik in die ontspanning, nou sowieso, oh wat een ontspanning, om gewoon in dat warme water te liggen, nadat je echt een beetje zo, ja, een beetje daar zo naar uitgekeken hebt, hè. En nou, toen zei ik om 6 uur 's ochtends, dus een uurtje heb ik erin gezeten, toen zei ik al tegen haar, oh my god, ik moet die verloskundige bellen. Ik wist dat ze om 6:30 zou komen en ik dacht, dat is eigenlijk ook perfect, maar ik zei tegen haar, nee, je moet nu bellen, want ze moet ook gewoon echt geen seconde later gaan komen. Nou, dat was ook zo, toen ze net kwam of mijn vruchtwater was gebroken, dat vond ik ook zo raar, ik vond het echt zo raar. Want die was echt geplopt of zo. Nou, sommige mensen lekt dat gewoon. Of kleine beetjes voel je dat vloeien. Nou, mij was het gewoon echt pop. En oh, nou, dat was dus kennelijk vruchtwater. En zij was al zo ingedaald. Dat ik kreeg dus eigenlijk... ik had nog geen perswee, maar ze was al wel ingedaald. Zover dat ik er gewoon geloof ik ook echt... toen geloof ik al goed kon voelen. Of was dat echt met die perswee? Nou, dat weet ik niet meer zo precies. Is ook niet echt zo belangrijk. Nou, en die persweeën, die zijn echt bizar heftig. In de zin, niet qua pijn toen opeens, of zo, niet qua pijnniveau. Het was gewoon een heel raar gevoel, omdat ik had het nog nooit gevoeld. En ik denk, nou, wat gebeurt er met mijn lijf, joh? En het ging ook heel erg vanzelf, alleen het persen vond ik wel lastig. Ik kreeg
iedere keer net niet genoeg adems voor mijn gevoel. Dus dan had ik die eerste pers en dan had ik nog een perswee. En moest ik gewoon heel even ademhalen. En daarna die tweede ademhaling, nou, ik redde het niet. En dat vond ik zo jammer. Uiteindelijk was dat perfect, want dat heeft me gebracht dat ik op een gegeven moment zei, nee, ik heb zwaartekracht nodig. Ik heb een half uurtje persweeën geloof ik gehad. Met een half uurtje was ze er. Ik zeg, nee, ik moet een andere houding aannemen. Ik ging, de verloskundige zei ook van, ga gewoon op handen en knieën. Ben op handen en knieën gegaan in het water. Maar dat lukte ook niet. Ik denk, nee, dat water, dat doet het gewoon niet voor mij. Dat heeft me enorm geholpen met die weeën weer op te vangen. Om lekker in een chille energie te zitten. Maar nee, nee, nee. Ik heb meer kracht nodig. Ik heb die zwaartekracht nodig. Dus ik ben boven het water gaan staan, gaan hurken. Niet wetende dat trouwens, dat als dat zo is, dan moet je gewoon gelijk uit bad. Je kan niet met je baby dan nog in bad liggen. Dus zij is er uitgekomen terwijl ik boven het water stond. En ze was zo glibberig, de verloskundige had haar zo opgevangen. dat stukje was wel echt even pijnlijk trouwens. Ik heb Rashid ook 2 keer gebeten. 1 keer in zijn zij. Toen heeft hij echt met alle man en macht moest hij natuurlijk ervoor zorgen dat hij geen stuiptrekking zou hebben. En mij bijvoorbeeld een klap zou geven of zo. Want ja, als je in je zij gebeten wordt, wat de F mensen. Toen heb ik er in zijn hand gebeten. Ik heb niet gescholden, niks. Maar dat stukje was gewoon echt zo, zo pijnlijk even. Gelukkig was dat wel snel voorbij. Was met 2 persweeën was dat geloof ik voorbij. Of 1. Ik heb eigenlijk 1 of 2. En toen heb ik haar gelijk in mijn armen, weet je, ook zo gepakt. Toen ik verloskundige had, heb ik haar ook zo zelf gepakt. En toen heb ik haar gelijk tegen mijn buik aangekregen. Verder kon ook niet. Ja, eerst mijn borst, omdat ik zo voorover stond. Maar ik moest dan gelijk uit bad. En toen wilde ik gewoon natuurlijk normaal lopen naar de slaapkamer. Want dat zat in de andere slaapkamer. In haar kamer. Was het bad en dan moest ik even naar mijn slaapkamer lopen. Maar doordat ik dat had gedaan, was het heel, die bevalling op dat moment. En dat ik dus eigenlijk gewoon gelijk naar bed moest. Was het wel heel fijn, omdat zij gelijk mijn bloedverlies ook goed bij kon houden. En dat was ook een beetje een angst eigenlijk van mij. Van ja, die bevalling, echt, daar zie ik echt niet tegen op. Dat vind ik ook op die manier niet eng. Maar wel het bloedverliesstukje. En ik weet niet wat ik daarop had, maar dat vond ik toch wel heel spannend. En daardoor werd dat gelijk van me overgenomen van, nou, dus ze hebben het allemaal goed kunnen zien. Want in bad, als daar al bij wijze van spreken een druppeltje in valt, dan verspreidt zich dat gewoon heel snel. En lijkt gewoon echt alsof er heel veel bloed verloren is, terwijl dat helemaal niet zo is. Hoewel het trouwens echt wel eruit ziet. Ja, voor mijn gevoel was het gewoon echt een horror show hoor. Want er was best wel veel bloed, kwam er ook gewoon los. Ja, niet zo heel erg smakelijk misschien voor sommigen. Maar ja, ik vertel gewoon een beetje alles. Toen dacht ik ook, en toen zei ik ook nog van, ja, is dat bloedverlies ook nog wel gewoon goed gegaan? Maar ik kreeg haar dus op mijn borst en toen wilde ik gewoon normaal lopen. Het zat die navelstreep vast, dus ik loop zo half gebogen. Loop ik met haar. Prachtig. Loop ik naar bed toe. Ik krabbel op dat bed. Want ons bed stond echt super hoog. Was echt niet normaal. Maar ja, het was natuurlijk wel gewoon fijn voor de kraamzorg. En ook voor de verloskundige. Dat zij natuurlijk nog met mij aan de slag moesten. Dus ik heb heel mooi de navelstreng uit laten knoppen. Ze hebben haar heel mooi aangelegd. Ik wilde echt dat de placenta gewoon echt zijn werk nog zou doen. Voor hoe lang dat dus nog zou duren. Nou, het klopte al niet meer. Het was heel mooi. Bloed was allemaal weg. En die heeft zij dus allemaal gekregen. Waardoor ze heel goed ging aanleggen. En dat ik gelijk de borstvoeding kon geven. Dus na de borstvoeding waren we allebei waarschijnlijk zo kapot. Want ik had nog een fotootje dat ik op bed lag. En dat zij in de co-sleeper ligt. En dat we naar elkaar wel toegedraaid liggen. Dat is wel echt super schattig om te zien. Maar wel echt allebei in coma. Door die 24 uur ruk met slaap. Ik ben helemaal trouwens niet goed met slaaptekort. Dat moet ik even bij zeggen. Was het voor mij echt een aanslag op mijn lichaam. Heel die bevalling. Het herstel daarvan. Dat is echt. Dat was bij wijze van spreken gewoon peanuts. Serieus. Het is wat daarna is gekomen. Het effect van slaaptekort.
Dat was het, de vermoeidheid. Het effect van vermoeidheid heeft me echt genekt. Want daardoor kon ik niet meer douchen op die manier. Ja, ik moest, ja, op een gegeven moment moet je gewoon gaan douchen. Je wil ook gewoon gaan douchen. Maar toen was ik toch flauwgevallen onder de douche. Ik had gewoon geen kracht meer. Ik stond echt te trillen als een rietje. En dat was 2 keer gebeurd. Dus toen zei ze van, nou, als de kraamzorger niet is, dan moet je gewoon echt op bed blijven. Ja, dus. Dat was wel echt even ja, lastig voor mezelf. In die zin dat je, ja, dat je gewoon echt nog even in een roes bent. En die niet van de roze wolk komt, maar in een roes van die tussen twee werelden in zit. Ik merkte heel erg door het openstaan van het energetische stuk van mij, dat ik ook heel erg, ja, hoe noem je dat? Tussen die twee werelden zat en mijn lichaam reageerde daarop. En dat was zo bizar. Dat was echt bizar. Dus ja, had ik daar dus maar naar geluisterd. En had ik maar dus veel meer naar dus, hè, dat stukje intuïtie geluisterd. En wat je doorkrijgt. Vraag en antwoord, hè. Ik denk dat het zo voor nu even goed is wat ik allemaal zo heb gedeeld. Het is nu 35 minuutjes. Heb ik haar ook lekker recht gehouden. Ik doe haar nu even lekker op mijn schoot. Hi, babycakes. Ze wordt nu ook, ze heeft lekker geslapen tegen me op mijn schouder. Dus even wakker worden. Nou, dan ga ik nu ook weer eten. Want dat is ook, ja, tussen de voedingen door is het of je slaapt of je eet. En je moet wel echt. Echt, ik moet echt eten, want anders dan val ik gewoon af. En dat is niet voor nu de bedoeling. Dat werd ook wel gelijk gezegd toen ik dus ook al bijna die 15 kilo, 16 kilo had geraakt met afvallen in de eerste 3 dagen. Dus ja, toen ben ik ook meer gaan eten. En wel lekker soepjes en zo. Dat is wel echt ook wat ik in het boek had gelezen. Dat het ook wel echt goed is om op die manier echt verwarmende maaltijden te nemen en soep is toch meest comfort food op die manier. Dus dat heb ik ook gedaan. En daarna trouwens kregen we ook die hittegolf, hè? Ja, dat was ook wel heftig. Dat was echt wel heftig. Het was zo warm. En tijdens de kraamweek hadden we echt op die manier zo die uitdagingen gekregen van in dat nou ik meer. Dat moederinstinct en moedergevoel gewoon echt klopt. Dat op het moment dat je iets doorkrijgt, hoe je kind zich voelt, of wat je denkt dat er mis of iets is met je kind, ja, dat dan echt zo is. Dat heb ik echt wel gemerkt. En ik vind dat echt zo bijzonder nogmaals hoe dat werkt. Ik merk nu dat ik met die 6 weken steeds meer weer in me meer aan het sluiten ben. Ik zit ook echt aan te denken om, want dat heb ik ook gezien. Een rebozo-sluiting. Dat is een ritueel waar je ritueel gesloten wordt, energetisch door middel van doeken ook. En dat voel ik ook wel echt heel erg om te doen. Het lijkt me heel erg mooi en symbolisch om dat te doen. En ja, ik zal dat doen wanneer ik voel dat ik daar klaar voor ben om dat te doen. Ik denk dat ik steeds meer daar naartoe ga. En in die zin niet zozeer voor ijsje af te sluiten, maar wel gewoon weer op die manier af te sluiten, want je bent zo enorm gevoelig voor prikkels. Ik heb ook echt zo weinig contact gehad met de buitenwereld in deze 6 weken. Nu is het wel weer een beetje meer aan het komen, maar ja, dat is gewoon bizar, omdat ik had daar zo geen behoefte aan en ik trok dat ook niet. Ik trok die prikkels zelf ook niet en ijsje ook niet. We hebben heel erg ook met ijsje op moeten letten met haar prikkelverwerking. En zeker na haar eerste sprongetje. Een sprongetje is dat een baby groeit in ontwikkeling. En dat was voornamelijk een cognitieve ontwikkeling. En dit was voor haar echt, ja, dat was zo mooi om zichtbaar te zien. Opeens heel helder. En ze kijkt je echt anders aan, weet je. Dat is zo bijzonder. Maar dat was dus. Ook met prikkelverwerking, dan krijgen ze toch wel ander soort prikkels binnen. En dat het ook wel belangrijk is dat zij ja, beschermd wordt daarin. Dus, maar dat gaat ook steeds beter. Ze kan steeds meer hebben. Ja, ga je lachen, schat. En we kunnen steeds meer doen en we hebben steeds meer een ritme. Maar ja, als je denkt dat je een ritme hebt, heb je toch weer geen ritme. En dat is het ook. Ik ben eigenlijk denk ik echt, oh, die regelmaat die moet ik hebben. Nou, regelmaat was kennelijk ook helemaal niet in de zin dat je altijd specifieke tijden moet hebben voor alles. Maar gewoon dat je een vaste volgorde een beetje hebt voor dingen die je doet, zodat het voorspelbaar voor haar wordt. En dat vindt zij ook fijn. Dat vinden baby's ook fijn, voorspelbaarheid. Dus, ja.
Ik houd hier even bij. Ik vond het echt wel fijn om weer toch even de, nou ja, de geluidsrecorder erbij te pakken en weer even wat op te nemen. Ik weet bij God niet wanneer ik dit ga posten. En nogmaals, of ik dit ga posten, is wel grappig dat je dit dan zegt. En dat je dan later terugluistert van, oh, ik heb hem toch wel gedeeld. Of ik heb hem niet gedeeld. Maar wat ik hier in ieder geval uithaal voor mezelf, en ik hoop dat jij dat er ook kan uithalen, hoe belangrijk het is om naar jezelf te luisteren en daarvoor moedig te zijn, om daarvoor op te komen. En dat je ook in overgave bent of dat dus wat voor uitkomst dat heeft. Of je nou gelijk hebt of niet, maar dat dat dus altijd wel iets met zich meebrengt. Wat belangrijk is voor jou, belangrijk is voor je groei en ontwikkeling. Groei en ontwikkeling is nu bij een baby heel erg lichamelijk en cognitief. En ik heb het over groei en ontwikkeling bij ons. Heb ik het op heel erg op spiritueel gebied. Weet je, wij zijn juist dat we in ons lichaam op die manier moeten landen. En de connectie met het spirituele naar deze aarde mogen halen. Dus ons hogere zelf heel erg naar aarde mogen halen in ons lichaam. Vanuit het lichaam straal je natuurlijk energie ook weer uit. En dat is ja, het ware ascensieproces. Niet het opstijgen van onszelf, maar het juist het naar beneden halen van het hogere zelf steeds meer en meer in ons lichaam, zodat we dat ook meer en meer kunnen gaan uiten, gaan belichamen. Dat we gewoon kunnen zijn wie we zijn en dat we kunnen zijn wie we willen zijn. Dat is het. En de energie die je hebt meegekregen om te uiten, dat je dat ook zo goed mogelijk kan gaan uiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zou het super leuk vinden als jij ook eventueel inzichten die jij uit deze podcast hebt gehaald, dat je die met me deelt. Ik vind het ook altijd leuk om e-mailtjes te krijgen. Of als je denkt van nou, zou je over dat onderwerp toch wat meer willen uitleggen of willen uitweiden. Be my guest. Je mag me altijd benaderen en dan kijk ik of ik daar of een podcast van kan maken of je zo een kan beantwoorden. Of niet. Ja. Fijn om op deze manier rustig weer een beetje erin te komen voor mezelf. En te gaan kijken hoe ik dit ook een beetje kan gaan inplannen met deze kleine meid erbij. Ja, tot de volgende keer. Een hele fijne dag of avond verder toegewenst. Namaste.